Hallo lieve mensen, dit is weer een nieuwe aflevering van Nathalie's Trimvlog. En ik wil nog eenmaal even laten zien hoe wij een hondje, wat toch wel een beetje in de klit zit, proberen nat te scheren. Zodat we hem zeg maar wat langer kunnen laten dan dat je hem droog zou scheren. Nou, ik ga dit even inzoomen. En zoals jullie zien is het... Heftig. Is het wel een beetje heftig, hé? Niet je mooie neusje. Kun jij een beetje zijn gezichtje omhoog doen, Dan? Dan kunnen we dit even bekijken. Nou, kijk. Jullie zien echt wel... Dat krijg je echt niet met een... Met een droog kom je daar absoluut niet doorheen. Dus dan zou je zoiets met een... wat zou je doen? Een 7 of een 5 misschien wel zou je dat af moeten scheren. En wij pleiten ervoor om zo'n hondje eerst helemaal te wassen. Dus het hondje is lekker gewassen 2 keer. En daarna een beetje in de crème. En daarna hebben we met de waterblazer hebben we het zo goed als droog geblazen. Nou ja, eigenlijk is het niet helemaal droog, hè? Dat zien jullie ook wel. Want als het droog zou zijn, dan zou je er nog niet doorheen kunnen komen. Handdoek droog. Handdoek droog, juist. Goed zo, Demi. Nou, en dan gaan we even laten zien dat je toch nog met de 9 mm, als het lukt hoor... Dat we dan toch nog wat lengte erop kunnen houden. Kan je poten op? Mag ik? Houden jullie ze even op? We zijn er met z'n allen. Ik ga het even laten zien. Zijn ze kleine Pumpkin aan het plagen. Pumpkin is van Demi. Nou, kijk. Pumpkin gaat slapen. Dit is een stuk makkelijker als je het vochtig scheert. En natuurlijk zijn er ook hondjes die viezig zijn daaronder. Nou, wat wij dan doen is, als zo'n hondje dan toch helemaal afgeschoren is, dan gaat het nog een keer in bad. Dus dan wordt het nogmaals gewassen als het helemaal afgeschoren is. Zodat je wel zeker weet dat je een schoon hondje aflevert. Zeker met het koude weer, hè, is het belangrijk om er toch nog wat lengte op te houden. En het staat natuurlijk ook gewoon veel mooier. Komt het moeilijke deel. Je ziet dat je hem onder de klit zet. Hij heeft natuurlijk al een stuk geblazen. Dat je wat ruimte tussen de huid en de klit blaast. Ja, dat het toch mogelijk is om zo'n hondje nog wat langer te scheren.
Ik ben benieuwd hoe die voorborst... ik film nog even het voorborstje deed en dan zet ik hem even stop. En dan gaan we even kijken als die gedroogd is. En daarna wil ik je even filmen als die, nagewerkt wordt. Hé, lief hè? Ja, het is een schatje. Kijk altijd uit hè jongens, bij dat halsje. Als je hem een beetje vanaf de zijkant benadert. En voordat je het weet scheer erin. Ja, dit vind je natuurlijk niet leuk, want ja, je moet toch een beetje hakken. Nou, jullie snappen dat je dit echt droog nooit voor elkaar krijgt, hè, met een negen. Dan kom je gewoon echt niet doorheen. Haar is elastischer hè, als het nat is. Dus dan heb je ook meer speling. Je hoort hem tekeer gaan, hè, die tondeuse. Ja. Hij moet echt wel zijn best doen. Hij moet echt wel ervan werken. Hè? Nou, dan is dit esculaap. Dan dit kleine stukje nog even en dan sluit ik even van nu de klok af en dan komen we gewoon zo weer in de lichte. Want hoe zijn die oren? Nou. De drie haren die erop zitten, zitten in de klit. Ja. Zou je die met een 7 af kunnen halen, denk je? Of wil je die ook met een 9 doen? Ik probeer het. Altijd jongens, vanaf de bovenkant naar beneden, hè? Met je oren. Nooit tegen de richting in. Nee, daar hebben we echt een 7 voor. Daar hebben we een 7 voor nodig. Ik ga de vlog even afsluiten, we komen zo weer bij jullie terug. Voetjes doen. Nou, we zijn weer bij jullie terug. Ik wil demo als je hem even kan draaien. Eens kijken hoe mooi dat nog geworden is met nat scheren. Dus, nou oké. Okay. We gaan maar even verder doen. Dit is trouwens een bolonka, hè? Dit is een bolonka svetna. Een bolonka svetna. Dat doe maar niet.
denk dat jij misschien even aan een andere condeuze moet denken. Is dit jouw eigen condeuze? Ja. Want hij loopt een beetje langzaam. Ja. Die negen schoonmaken, dat kan ook nog wel zijn. Je is een liefertje. Ja, je bent een schatje. Ja, je bent een poppetje. Is die beter? Nee, hè? Kun je andere negen erop eten? Nou, we komen bij jullie terug als ze dadelijk helemaal glad is en netjes nagewerkt. En dan zal ik even het hoofdje knippen om te kijken wat we er nog van moois op kunnen maken. Goed zo. Nou, hallo allemaal, we zijn weer terug. Dit lievertje is echt gewassen, echt leuk. Nu ga ik eventjes beentjes een beetje bij me hebben. We hebben ze zo goed mogelijk weer nageschoren. Ja. Waar staat het volgende potje? Oh, dat is dat blik. Oh. Nu ga ik even een beetje nawerken, want dat heeft toch een beetje invloed gehad op de pas, dat hakken. Dus ze heeft hier en daar toch wat korte stukjes. Maar dat werk ik gewoon even netjes bij met de evenwichtschaar. Daarvoor gebruik ik de sandsize. Doei! Pak anders even een stoel, ding. Het is een ontzettend vriendelijk hondje. Hoe lang kijk je? Ja, dan ben je een koepeltje. Je bent een koepeltje. Je bent een schatje. Ja, je bent een... Nou, weet je, laten we eerst even wat met het gezichtje gaan doen. Ik weet niet of je het goed kan zien, Deem. Of dat je even achter me moet gaan staan. Ga je staan. Nou, helaas hebben we natuurlijk de oortjes af moeten scheren. Ja. Nou, het wordt nog een heel gevecht, hè. Want het is misschien niet zo goed geluid. Om dat gezichtje te laten doen. Even wachten. Ja, dat is een drukje. Sorry. Hou op. En ook even deze die haartjes uit de oortjes halen weer. Even wachten. Even wachten. Het zijn mooie schone oortjes hoor, maar je ziet, trek toch nog plukken eruit. Je ziet het poppetje. Als je er echt een beetje een gevecht hebt, zie je. Ja, dat is toch niet zo. Ja, Laat maar kijken. Ja. Mooie schone oortjes. Nou, daar gaan we. Ik ga eerst even die oortjes... Even bijknappen. Wat gebruik je daar? Een kammetje. Een kammetje. Dit is mijn rechter sensei. Dan ga ik even de buitenkant en de binnenkant. De buitenkant heb ik met een 7 gedaan. En de binnenkant hebben we met een 3 gedaan. Dan ga ik even met die randjes een beetje bijwerken. Voorzichtig, hè? Hou je vingers op het randje. Maak ze een beetje rond. Van de kant ook. Ja,
Nee, ik hou echt het randje in de gaten. Achter dat oortje ga ik nog even wat meer wegkeren. Ja, ik wil even het nee. Die meneer heeft zelf al een beetje dat gezichtje af en toe bijgewerkt. We gaan kijken wat we er nog van kunnen maken. Even wachten. Die ooghoekjes die ga ik een beetje met de EVS gaan doen. En als je dat een beetje met beleid doet, dan is dat meestal wel goed. Even wachten. Oké, ik ga alles naar voren. Even wachten. Even wachten. Nee, even je voetjes neerzetten. Voetjes, even spaar. Eigenlijk een beetje een boogje. Onder de oortjes maak ik wat op. Kijk, dus als jullie zien, ik denk dat ik goed in kan zoomen, Deens. Ja. Dus hele stukken gewoon hier helemaal weggeschoren, geknipt in dit geval. Kijk, en dat is dus hier ook aan de hand. Kijk. Ja, dan moet je toch maar weer proberen om daar wat van te maken. Laat die andere kant nog zien. Deze kant. Kijk. Helemaal weg. Deze stuk. Ja, vervelend. Natuurlijk. Ja, we gaan toch kijken of we er wat van kunnen maken. Meta, ja. Zou jij even kunnen kijken of je voor mij een gebogen sensei kan vinden? Een gebogen sensei? Ja, die heb ik. Dat is gewoon iedere keer een beetje met. Als je dat met een beetje beleid doet, vind ik het helemaal niet zo erg. Wat ik meestal doe, meet, heb jij die dat kleine condootje voor jou daar? Nee. Ik trek even het oortje naar achter. Naar onder in dit geval. Dan kan ik zo met mijn kammetje. Hij moet daar echt liggen.
Nee, ik heb het oortje vast, dat trek ik naar beneden. Dan kan ik zo die overlopen netjes maken. Hou op, hou op. Nou, anders mag ik wel eventjes die, hoe heet het? Die Heiniger. Die? Ja, dan doe ik even de binnenkant van die oortjes. Kijk, het staat altijd even wat netter. Als je de binnenkant van die oortjes, zoals hier, dat dit vlakje, je dat ook even meeneemt. Het is weer helemaal niks, hè? Het is weer helemaal niks. Moet ik pas laten slijpen. Bij hoe heet het ze ook alweer? Waar heb ik deze ook alweer laten slijpen? De trim discount. Oh ja. Oh ja. Van Mirjam en Arjen van Oort. Ben je een lief poppetje? Ik ben een heel lief poppetje. Kijk, en met dat kammetje kan je zo mooi, zeg maar, dit omhoog. Kijk, zorg dat je hem niet te dik maakt. En doordat je met het kammetje, zeg maar, kamt, krijg je echt alle haartjes die er zitten. Wat ik ook altijd zeg, hè? Ik maak hem hier wat korter, zodat ik hem hier ietsje langer kan laten. Ik maak er geen haastklus van. Schrikkelijke mooie oogjes. Nee. Even met deze ook dit binnenkantje doen. Maak je het net een beetje af, hè? Kijk, zoals dit flapje wat hier zit, maak ik altijd even wat korter. En dan haal ik even het oortje. Dan kan ik dit op en dat houd ik naar beneden. Kijk, en dan kan je zo netjes met je schaar, kan je er zo langs. Dit is de fijne Sensei. Dus die knipt ook heel fijn. Daar zie je ook echt geen hapjes verschijnen. Korter. Naar je toe. Goed opkammen. En alles zo rond mogelijk. Maar wat een fantastisch hondje is dit, hè, jongens. Een Bolonka Svetna. Eigenlijk is dit ook weer een soort van swaffel, hè?
Want je doet iedere keer haal ik er een stukje van af. En ik ga dadelijk proberen om dat lipje erin te knippen. Want ik denk namelijk dat dat echt helemaal fantastisch staat. Vergeet die onderkanten niet mee te nemen van die van het gezichtje. Nou Dreen, ik hoop dat we het voor elkaar schrijven. Ik ga dat voor even jouw schuiven ruiken. Pak dat kleintje. Waar is die? Die ligt daar. Ja, bij de naagtang. Daarbovenop, op de naagtang. Naast je broek. Naast jouw broek, hoor. Kijk, en dan gaan we dit even naar beneden kammen. Dan houden we even dat gezichtje, dat lipje zo. Kijk, en dan gaan we heel voorzichtig proberen. Om maar een lipje in te knippen. Even wachten. Oh, ik wil haar. Even wachten, poppetje. Even. Ik wil haar. Kijk nou. Kijk, en het jammer is, jullie kunnen het zien, hè. Kijk, dit is natuurlijk helemaal weg, dus we gaan het ietsjes korter maken. Het moet sowieso wat korter, hoor. Maar kijk, en dan gaan we toch proberen. Ja. Even wachten, poppetje. Kijk, en dit is zo mooi met het kammetje. Kijk. Ja, je kan het echt helemaal super opkammen. Ja, dat gemurmel wat je hier hoort, dat is van een van mijn stagiaires. Het is een beetje jammer dat ze niet kan zingen. Meta, ja. Kijk eens. Dus daarom murmelt ze maar een beetje. Ik wil dat wel helemaal losgaan hoor, dan klinkt het heel anders. Meta verstopt zich. Probeer een beetje met zachte dwang die oortjes naar voren te houden. Zo kan je goed zien. Even je vingers op het mondje. Je kan het zo beter zien. Kom het nog even naar voren. Kijk even of je hier nog wat kijkt. Dan kan het nog wat strakker. Een cirkeltje. Kom maar even aan. Kom dit nog even naar beneden. Kijk, ga je zien. Hier, het moet allemaal mooi rondlopen. Even wachten, schat. Dat probleem is wat hier weggekregen. We zijn helemaal niet perfectionistisch. Ja, nee. Weet je, die twee of drie knipjes, dat maakt het net het verschil tussen mijn collega en mij. Weet je, ik wil gewoon
Perfectie. Ja. Dus iedereen kan een hondje knippen, maar het gaat erom hoe ga je met het eindresultaat, hè? Wat vind jij belangrijk? Geld. Ja, dat is ook belangrijk. Kijk, andere mensen die zouden zeggen van nou, ik vind hem wel helemaal goed. Maar... we kunnen er natuurlijk niet echt heel veel van maken. Maar we doen wel ons best. Even hier zitten, dan maak ik hem liever wat korter, dat hij dan wel gelijk is. Dus ja. Hallo, wil je knopen kien? Ja. Oh. Nou ja, we zullen het hiermee moeten doen. Er zit hier nog wat haartjes. En zo hebben we toch nog iets moois kunnen maken van... Lievertje. Hier heb ik hem gedaan. Zo'n bravertje. Ja. Ja, dat is zo'n mooi kind. Ja, dat is zo'n mooi kind, hè. Kijk, en nou zo hebben we toch nog wel iets kunnen maken van een heel verveeld hondje. Hi! Hallo! Ja, maar ja, het heeft toch wel wat schade geleden aan... even wachten, poppetje. Ja, zoals jullie zien, het is toch nog wel wat haartjes opgebleven. En meer als dat je zeg maar gelijk met een vijf te af zou scheren. Hè? Dit bewijst maar weer dat als je zo'n hondje gewoon nat scheert, dat het dat je hem toch nog heel mooi kan knippen. Je zit er toch niet uit te lachen, hè? Ik niet. Okay. Ik doe nog wel even het staartje ook netjes. Kan het goed uit, kan alles naar de punt. Dan is het nog wat klitjes. Dan zet ik even mijn evenleerschaar in. Ik ga er geen pijn doen. Wij altijd doen, kan alles even naar de punt. En met de evenleerschaar doe ik dat van. Een beetje zo natuurlijk afknippen. Dan alles naar beneden. Dan gaan we even. En dan doe ik de onderkant eigenlijk wat meer dan de bovenkant. Want de onderkant zit bijna tegen het poepgatje aan. En dan als je dan buiten de behoefte doet, dan zit er staart erin. Nou, is er toch nog wat geworden. En ook nog een verschrikkelijk lief hondje. Een Bolonka Svetna. Ja, die is een mooi kind geworden. Ja, die is een mooi kind geworden. Ja. Nou, wij willen graag samen deze vlog afsluiten. Wij zeggen samen adiosos. Tot de volgende vlog. Doei.